In gebouwde Madelie van de Bomaweg komt wekelijks de castingclub Schravenhagen bij elkaar. Een vereniging van liefhebbers van het vliegvissen. Vliegvissen is vissen met een kunstvlieg aan een werphengel, waarbij het draait om het maken van de mooiste kunstvlieg die aan de lange lijn met een speciale werptechniek heel precies op de juiste plaats in het water moet worden neergelegd. Je kan zowel in het binnenland, dus in Nederland, als in het buitenland kan je met de vlieghengel vissen. In Nederland voornamelijk op voorn en op snoek. Maar ook diverse andere vissoorten zoals snoekbaars, karper en brasem kunnen gevangen worden aan de vlieg. En je hebt dus eigenlijk drie typen vliegen. Vliegen die je vist over de bodem, dat noem je nimfen. Dan heb je vliegen die heten natte vliegen. Die vis je eigenlijk op middel water. En droge vliegen voor aan de oppervlakte. En als het bijvoorbeeld zomers warm is in de polder, dan wil die rijsvorm graag naar boven komen en dan kan je op die manier heel mooi vis vangen. Het werpen is een van de belangrijkste dingen van het vliegvissen. Het precies op de juiste plaats gooien van de kunstvlieg aan de lange lijn. In het Engels casten genoemd. Daarom heet de Vereniging van Vliegvissers ook de Casting Club. En dat casten oefenen de leden van de vereniging wekelijks. Maar daarnaast wordt er tijdens de wekelijkse bijeenkomsten gewerkt aan het maken van de mooiste kunstvliegen in allerlei soorten. Het binden van de vliegen. Nou, ze zijn op het moment zijn ze gezellig aan het keuvelen, maar aan het vliegbinden ook. En dat gebeurt in een vijs. Dat is eigenlijk een soort standaard met een metalen bek. En dan kan je die hele kleine haakjes waarop de vliegjes gebonden worden, die kan je erin klemmen. Je kan kant-en-klare vliegen kopen in de goede hengelsportzaak, maar het is veel leuker om het zelf te maken. En er zijn heel wat boeken over geschreven, over allerlei patronen die je kan volgen enzovoort. Maar we hebben ook leden die zijn heel creatief en die maken een eigen soort vlieg, die dan nog vangt ook, achteraf blijkt dat. Maar je maakt dus door middel van binddraad en speciaal gereedschap met natuurlijke en kunstmatige materialen bouw je dus zo'n vliegje langzaam op. Het gebruik van de juiste kunstvlieg is een van de belangrijkste dingen van het vliegvissen. De vis mag natuurlijk geen argwaan krijgen en de namaakvlieg moet precies lijken op een insect dat ook daadwerkelijk voorkomt op de plaats waar je bent. Vaak is het dus nodig om de natuur ter plaatse eerst een beetje te bestuderen om te zien welke vliegen voorkomen. En de benodigde kunstvlieg maakt een echte vliegvisser liefst natuurlijk zelf. Ja, je kan ze kopen, maar ik heb zoveel spullen. Kijk, als je dit allemaal hebt, dan is het natuurlijk zonde als je dan ook nog eens een keer je vlieg gaat kopen. Dus dan moet je er gewoon zorgen dat je ze zelf maakt. Dat is natuurlijk ook het leukste als je aan je eigen gemaakte vlieg, als je daar zo wat mee vangt. Iedereen kan natuurlijk vliegen kopen in de winkel. En als je vaak vist, weet je zelf ook heel goed wat werkt en wat niet werkt. En met wat voor vlieg je in welke omgeving het beste vangt. Vliegvissen ook een beetje vertrouwen hebben in je vliegen, zeg maar. Als je bepaalde vliegen waarvan je regelmatig mee vangt, ja, dan ga je niet zo gauw iets anders eraan binden. Dan gebruik je meestal die. Maar dit is al een beetje collectie wat we al een beetje hebben gebonden. Dit is dan een soort een droge vlieg. Die drijft op het water. Maar sommige vliegen die zijn gewoon niet te koop. We maken ook wel vliegen die eigenlijk in de winkel niet te koop zijn. Dus. Het is een hele lastige vlieg om te binden. Die maken we van CDC, dat noemen ze Coule de Canard. Dat zijn eendekont veren, zeg maar, veertjes van een eend. En daar binden we die mee. Ja, dus als je dit niet wil maken, ja, dan kun je er ook niet mee vissen. Ik vis heel veel mee in Duitsland. Die vang ik altijd mee. Dit is mijn favoriete vlieg. Maar het is een hele lastige vlieg om te binden. Maar Veronique heeft het ook al voor elkaar. Dus, best wel een beetje talent hebben. Ja, we gaan ik ga Veronique een nimfje leren binden. Een nimf, dat is eigenlijk een insect wat onder water zwemt. En na verloop van tijd dan komen die beestjes uit, krijgen vleugels en vliegen weg. Oké, Veronique, als je draad opzet. Dus je gaat gewoon met je draad totdat je zo ongeveer bent waar de normale haak. Weerhaak zit. Knip je de restant af. Dan zetten we een beetje lood erop, zodat hij kan zinken. Je begint dus lukt maar, dat? Nou, je begint ongeveer waar je draad hangt, zeg maar. Okay. Ja. En dan zorgen dat je een paar millimeter voor je haakoog stopt. En dan zet je dit vast met je draad.
Hij haalt gewoon een beetje heen en weer zo met je draad over, zodat het lood vast zit op je haak. En dan zorgen dat je draad weer helemaal naar achter is. Naar achter komt, oké. Want het eerste wat erin gaat binden is een staartje. Gaan een staartje maken. Hoeveel? Nou ja, 3, 4. Vissen kunnen niet tellen, zeggen ze altijd. Dus. Okay. En dan zorg je ongeveer dat het staartje net zo lang is als dat je haakbocht breed is, zeg maar. Nog naar voren toe of gewoon zo later? Nee, je laat gewoon even zorgen dat hij met een paar wikkelingen, een paar slagen vast zit, zeg maar. Okay, dan pakken we wat gouddraad. Daar maken we straks een rib van. Als jij deze gebruikt. Dan wil ik eerst maar even kijken, Veronique, als ik het opzet. Dan zit je dat allemaal tegelijk een beetje vast. Dus als je dat gedaan hebt, als het vast zit, dan ga je weer terug waar je staartje was. Oké. Zo, dan wachten we even. Het gouddraadje een beetje net zo lang als het haakje is. Ja, dan zijn we nou zover dat gouddraadje naar voren kan. Dus dan doe je tegen de richtingen waar je het net, je hebt het zo gedaan. Ja. Dus nu ga je tegen de richting. En met dat gouddraadje zet je alles een beetje vaster wat we net op hebben gezet. En zo dicht mogelijk tegen elkaar aan of ook een stukje uit elkaar? En een stuk of 6, 7 wikkelingen of zo erdoorheen. Knip je dat weer af? Open draadje afknippen? Ja. Nou, dan pak je weer zo'n bundeltje van het verzandstaart. En dat bind je dan voorop in. Haal je een stukje terug, zodat je... Ook bij helemaal naar achteren halen? Nee, een klein stukje, want het is echt alleen maar op 1/3 van je vlieg of zo waar het dekje zit. Pak je een beetje dubbing. Dit is dat is een soort synthetische haren zijn dat. Een soort synthetische wol. Daar pak je een klein beetje van. Kijk maar even wat ik doe. Dan doe je dat zo na. Dan zet je het op je draad. En je draait het zo erop. Maar je blijft één kant uitdraaien, anders dan als je het heen en weer doet, gaat het los vast. Dus je zorgt dat het, dan schuift een klein beetje aan je haak toe. En dan zet je het zo op, dat het een beetje een dikker geheel krijgt. Dan knip je dat weer af. En dan heb je allerlei toeltjes om een mooi knoopje te maken. Volgens mij zit hij wel vast. Ja, nou, dan knip je draad af en dan... Uur van de waarheid. Dan was dat je vlieg. Ik ben al hartstikke trots. Nou, het ziet er fantastisch uit, Veronique. Het is eigenlijk een allround vlieg, een hele oude vlieg al. Die bestaat al tientallen jaren in Engeland uitgevonden. Dus, maar het doet nog steeds goed. En terwijl binnen de vliegvissers zich bekwamen in het maken van de mooiste kunstvlieg, wordt er buiten hard geoefend op de werptechniek. Dit is een typische verenigingsavond. Als het mooi weer is, dus in de lente en in de zomer, dan hebben we natuurlijk ook de activiteiten op het veld, het werpen. Zowel op het veld als vanaf de steiger. Binnen wordt dan eerst altijd gezellig. We hebben een leuke bar. Mensen zijn aan het vliegen binnen, met elkaar aan het praten. Er worden verhalen over het vissen uitgewisseld, zowel in binnen- en buitenland. Het is altijd gezellig hier, dus leuke club. En zo komen de leden van de castingclub Schavenhagen wekelijks bij elkaar in gebouwde Madelief aan de Bomaweg. Maar de individuele leden van de castingclub zijn aan de waterkant te vinden aan rivieren op allerlei plaatsen in en ver buiten Nederland.